Jongens, ik denk echt dat Thijs me prankt. Ik denk echt dat Thijs me prankt. Ik geloof er niks van. Ik denk echt dat hij eerst Chantal heeft gebeld. What up, what up, what up. Het is vandaag woensdag. Ik weet eigenlijk de datum niet. Maar jullie kijken deze video op 1 april. En dat is natuurlijk de dag van de grap. Dus, ja, wat hoort eigenlijk bij een prank? Ja, heel afgezaagd. Lekker afgezaagd, jongens. Een prank, een prank, een prank. Wat we gaan doen. We hebben Thijs en Chantal. En Thijs en Chantal zijn de mensen die gaan over het YouTube kanaal. Van de HVA gaan zij vanuit de HVA controleren zij een beetje wat wij maken en wij werken zeg maar samen met hun. Nu gaan we dus Thijs pranken. Dus wat we gaan doen, ik ga tegen Thijs zeggen dat ik ga stoppen, dat ik ruzie heb gehad met Julian. Nu heb ik Thijs net een appje gestuurd van Thijs, ik stop, ben helemaal klaar met Julian. Hij kan echt opdommeren. Ik ben net uit het groepsgesprek gegaan van de YouTubers met ook Thijs en Dal erin. We gaan het zien, we gaan nu wachten tot Thijs me belt. Ik ben best wel zenuwachtig eigenlijk jongens, want wat nou als hij zegt van... Ja, weet je wat, we hebben je eigenlijk helemaal niet nodig, doei. Ja, dan ben ik gewoon mijn plek kwijt, dan kan ik niet meer YouTuben. Oké, jongens, ik moet nu opnemen, Thijs belt me nu, Thijs belt me nu. Hoi. Hey, Sofia, met Thijs. Hey. Vertel eens, wat is er aan de hand? Nou ja, ik heb een beetje problemen met Julian. Want ja? Gisteren moest ik dus die camera naar Julian toe brengen voor die video. Ja, maar zijn camera. Nee, Julian had zijn camera niet bij zich. Zeg maar, hij heeft met die van mij gefilmd. Dus toen... Ja. Ja, dat was allemaal best wel chill. Toen gingen Julie en ik even iets drinken ergens. Ja, en toen moest ik naar huis, want dus toen Julie was toen al een beetje raar, dus ik had geen zin meer zo. Daarom zei ik gisteren ook de hele tijd niks in het groepsgesprek, zeg maar, omdat ik gewoon boos was. En toen, helemaal boos. Toen heb ik hem gewoon een klap gegeven. En toen ben ik gewoon weggelopen. Ja. En ik ben er helemaal klaar mee. Dus ik heb eigenlijk echt helemaal geen zin meer om nu nog iets te doen of contact te hebben met Julian, want ik heb daar gewoon geen behoefte aan. Nee, dat snap ik. Even een checkvraag, denk je dat YouTuber zelf, YouTuber zijn nog wel leuk? Ja, dat vind ik hartstikke leuk, maar ik hoef gewoon niet meer met Julian in aanraking te komen. Oké, ja, dat moet ik even over, ik vind het onwijs lullig dat het gebeurd is. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je daar gewoon helemaal niet op zit hoor. Nee, precies. Dus ja, ik denk dat ik dan even ook... Julian maar even contact gaan zoeken. Om de doodsimpele reden dat ik sowieso altijd vind dat ik even het verhaal van twee kanten moet horen. Ja, snap ik. Dan ga ik morgen even met Chantal kijken hoe we dat gaan doen. Want had jij wel al een video voor zaterdag? Nee, nog niet. Nee, nog niet. Nou, zoek in ieder geval even geen contact met Julian. Laat het even aan ons. Nee, dat ga ik ook niet doen. En daar zat ik niet op te wachten. Nee. Misschien dat je straks denkt van, ik ben heel erg kwaad en ik ga nu wel eens tegen hem zeggen. Nee, dat zou ik niet doen hoor. Ik heb hem gisteren al uitgescholden dus. Okay. Dus de echte frustratie en agressie is er wel uit. Ja, die is er al uit, ja. En wat ik net ook al heb, ik heb je er heel graag bij. En ik vind het wel stop en ik vind je ook heel erg hard gegroeid de laatste tijd. Ik wil alleen verder, als jullie aan eruit gooien, dan moeten wij even kijken hoe dat natuurlijk in stand gaat. Dus, want ik wil op zich best wel graag door, maar ik heb gewoon echt geen zin meer in Julian. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Als je dat in een bedrijf doet, dan word je op een matje geroepen en met een beetje pech, met een beetje geluk word je niet ontslagen. Nee. Oh jezus, oké. Dus eigenlijk wil ik nu gewoon stoppen. Oké. Oei, je overvalt me hier wel een beetje mee. Ja, ik snap dat je er niet op zit te wachten. Dat snap ik niet. Nee, inderdaad. Even rustig even kijken naar een oplossing of iets. Want ik zag dat je uit de groepsapp inderdaad was gestapt nu. Ja, klopt, ja. Ik ga er even over nadenken. Ik weet het even niet zo goed wat ik ermee moet. Oké. Ik snap dat jij wil stoppen. Of tenminste dat je in ieder geval niet met hem wil samenwerken. Omdat je er niet op zit te wachten. Ja, dan had ik nog wel even één vraagje over zaterdag. Want wat is de datum ook weer zaterdag? 1 april. 1 april, toch? Oh ja, dan moet ik een video uploaden, toch? Dat is de dag van de grap? Oh ja. Ah ja, dan moest ik een video... Dan moest ik een video uploaden, toch? Over de dag van de grap, daar zit je nu helemaal niet op te wachten. Oh, nee, maar eigenlijk is het ook allemaal niet waar, want dit is namelijk gewoon de video. Oh. Dus het is helemaal niet waar, maar ik heb het wel gefilmd. Het zat wel allemaal op camera. Echt waar? Ja, echt waar. Ik ben nu een beetje los. Er is niks aan de hand. Ik ben gewoon uit het groepsgesprek gegaan. Ik heb gewoon overleg met iedereen. Oké, jongens, ik moet 1 april een video uploaden. Ik ga Chantal en Thijs pranken. Is het echt zo? Oh. Ja, echt. Echt waar. Dus... ik vind je Oké. Sorry. Oké, dus klein zinkje terug. Dat dacht ik al, daar ben ik ook heel bang voor, ja. Oh, mooi. Oké, je kan er heel lang van nagenieten.
Ja, okay. Wil je hem ook in het groepsgesprek doen trouwens? Nee, ik heb heel veel schelpvoorden voor je, maar ik ga het even pakken, oké? Doei. Maar het is wel gelukt, want Thijs geloofde het wel. Hij geloofde het echt. Ik vond het zelf heel grappig. En dat ik hem ook terug ga krijgen, dus daar ben ik wel bang voor. Dus ik ben bang dat er een prank war is gestart door mij. Ik hoop dat jullie allemaal nog een fijne 1 april hebben. Als je ook een prank uithaalt, film het even. Of doe het even op Snapchat en stuur even naar de Hogeschool van Amsterdam. Of deel het even met ons op Facebook of zo. Dan zien wij ook wat voor grappen jullie hebben uitgehaald vandaag. Willen jullie even hier klikken? Hier, ja. Even hier klikken om te kijken naar de video van gisteren. En hier klikken om te kijken naar de video van Julian, waar ik zogenaamd ruzie mee had. We hebben geen ruzie. No problems, no worries. En klik even hier om te abonneren. Wil ik jullie allemaal bekijken voor het danken. En dan wil ik jullie allemaal bekijken voor het danken. Wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!